Diederik, welkom. Dankjewel. Olga, welkom. Dankjewel. Nice to have you here. Ik ga met jou beginnen, Diederik. Mm-hmm. De authentieke klarinet versus de moderne klarinet. Mm-hmm. Met welke ben jij begonnen? Ik ben met de moderne begonnen. Hoe oud was je toen? Dat is deze. Toen was ik 9. Ik heb eerst, op mijn 6e wilde ik heel graag ook klarinet spelen. Maar op mijn 6e waren mijn vingers nog niet lang genoeg. Dus ik ben op de blokfluit begonnen. En op mijn 9e mocht ik een echte klarinet. En dat was een modern instrument, ja. En wanneer ben je in aanraking gekomen dan met de authentieke, met de historische klarinet? Dat is tijdens mijn studie gebeurd. Ik heb eerst een bachelor gedaan in Amsterdam, moderne klarinet. En daarna ben ik naar Duitsland gegaan om daar verder moderne klarinet te studeren. Waarom daar naartoe? Vanwege een docent die daar zat en die ik had horen spelen en van wie ik een keer een les had gekregen. En daar was ik verschrikkelijk enthousiast over. Dus ik dacht, ik moet bij hem gaan studeren. En dat was in een heel klein dorpje in Duitsland, Trossingen, in het Zwarte Woud. En ik kwam daar als modern klarinetist, maar ik had het geluk dat terwijl ik daar studeerde, dat er een docent kwam, speciaal voor historische instrumenten. En toen had ik de kans om allerlei historische klarinetten uit te proberen. Want hoeveel zijn er als je zegt allerlei? Ja, het is niet per se een kwestie van of een moderne of een historisch instrument. Er zijn natuurlijk een heleboel overgangsinstrumenten. De klarinet is niet in één keer ontwikkeld van een instrument zoals dit naar eentje die er zo uitziet. Maar er zitten allerlei stadia tussen. Dit is een heel eenvoudige versie. Een klassiek instrument, 1770 zo'n beetje. En je ziet dat hier nog heel weinig kleppen op zitten. Ja. Het zijn gewoon allemaal toongaten, net als bij een blokfluit. En het is van heel ander hout gemaakt. Dit is buxushout. Het is een hele zachte en lichte houtsoort. Het gewicht is licht, maar ook de klank is daardoor wat anders. Ja. En in de loop der tijd zijn instrumentenmakers er steeds meer kleppen aan gaan toevoegen. Omdat je met die kleppen meer mogelijkheden hebt om chromatiek te spelen. Om in verschillende toonsoorten te spelen. Ja, ja, precies. En dan kom je bij een instrument als deze. Dat is een soort tussenvorm. Is dat hetzelfde hout nog? Het is hetzelfde hout. Dit is 1900. Het is ook buxushout. Maar je ziet dat er al heel veel meer kleppen op zitten. Ja. Maar wat is het probleem als je er te veel kleppen op zet op zo'n zachte houtsoort? Dat is heel gevoelig, onder invloed van temperatuur en vochtigheid. En met zoveel kleppen krijg je heel makkelijk een kans op scheuren. En daardoor zijn ze gaan experimenteren met allerlei andere houtsoorten, met hardere houtsoorten, zodat je er meer kleppen op kon monteren. Oké. Ja. En toen zijn ze geëindigd uiteindelijk bij een hele tropische harde houtsoort. Ja. Dat is deze. Helemaal zwart. En je ziet dat daar werkelijk ongelooflijk veel verschillende kleppen op zijn. Een heel ingenieus systeem. Ja, ja, ja. 3.0, zeg maar. 3.0, zoiets, ja. Maar er is wel een paar honderd jaar overheen gegaan. Ja. En is dat, zit, behalve dat het er natuurlijk anders uitziet, een ander houtsoort, dat met de klank veel doet. Wat zijn nog meer grote verschillen? Nou, zeker de klank. Want je kunt je voorstellen, als zo'n hout, deze houtsoort heeft hele andere kwaliteiten dan zo'n hele harde houtsoort. Mm-hmm. Dus de klank die is daardoor ook anders. Zachter, helderder, noem het zoals je wil. Mm-hmm. Past dat beter bij de muziek ook uit die tijd? Ja, het past erbij. Als ik een Mendelssohn-sonate speel en ik speel dat op zo'n instrument, dan ligt dat allicht dichter bij het instrument dat Mendelssohn kende. Ja. Als ik het op zo'n instrument doe, ik weet niet of Mendelssohn hiervan had begrepen wat het voor instrument was, want het is zo volkomen anders. Ja. Maar op zo'n instrument, dat past bij de muziek. Want de klarinetten die zagen er ongeveer zo uit in de tijd dat Mendelssohn dat stuk schreef. Mm-hmm. En voor mij, ik vind het moeilijk om te zeggen, het een is beter dan het andere. Dat is niet zo. Ik zou ook nooit een moderne klarinet willen opgeven. Ik wil graag allebei spelen. Mm-hmm. En proberen om, als ik een stuk speel, zoals van Mendelssohn-sonaten, om dan te zoeken naar een instrument dat ongeveer uit die periode komt. Ja. En daar dan dat stuk op te spelen. Ja. Over concertprogramma's gesproken. Olga, the two of you are gonna play together on the, I have to say it right, the Russian Chamber Music Festival, Winteravonden aan de Amstel. Maybe you can tell us shortly about one of the central themes of that evening, which is the music salon in St. Petersburg in the 19th century. What can you tell us about that? So one of the concerts from the festival, Winteravonden aan de Amstel, we're playing together and with a bassoon player also. And we're playing music that would have been played in such a music salon in the 19th century in St. Petersburg. A music salon was a very influential thing at that time.
So everything what you wanted to hear new by, let's say, I don't know, Mendelssohn, Schumann, Glinka, you could just come to a salon like this and hear all the novelties of that day, almost. Yeah. And of course, many people were present there, many famous poets and many famous composers. And those who made these salons happen, who hosted them, were also themselves amateur musicians or composers, such as Wielgorski, for example. And there was also a salon of Wielgorski. Yes, exactly. And what made that so special? So they were two brothers who were on a very high intellectual and spiritual level, obviously. Mm-hmm. So they hosted one of the most famous salons at that time. And, you know, such people as Wagner, Liszt, and Schumann with his wife, Clara Schumann, would just come over, you know, and play for people. So all the Russian premieres were very often there. Mm-hmm. For example, the premiere of the 9th Beethoven Symphony in Russia was also there. Mm. What are you going to play for us next? It's the third part, which was written as for clarinet solo, maar niet zozeer voor een hele virtuose clarinetist, nee. Heb ik begrepen. Dat nee, is toch ook klopt. Wel apart? Ja, het is waarschijnlijk geschreven voor een bevriende bankier van Mendelssohn. Ja. En het zou kunnen dat die ook clarinet heeft gespeeld, maar niet op een heel hoog niveau. Misschien heeft Mendelssohn het daarom op die manier geschreven. Mm-hmm. Maar wat vooral leuk is aan dat stuk, hij was net 15 toen hij dat stuk schreef. En dat is ongelooflijk om te bedenken dat je op die leeftijd zo'n stuk schrijft. Het is niet een harmonisch, heel erg ingewikkeld geheel. Het heeft eenvoudige melodieën, maar het is wel heel erg charmant in al zijn eenvoud. Mm-hmm. Jullie gaan dat voor ons spelen, ook op de winteravond, neem ik aan. Ja. We gaan naar jullie luisteren, Diederik en Olga. Dank u wel.